Buig voorover. Wat? Dit ligt paars. Dit is dus helemaal elektrisch. Ja, hè? We zijn 300 meter hoog. Het leek wel alsof we in een aflevering van The Walking Dead waren. Yola! Dit is de vlog van Die Slalomand. Hallo! Ja. Leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe vlog. Oh, sorry voor het geluid. Ik ben mijn windpuffer, zo'n dingetje wat bovenop je camera zit, verloren. Ik heb meteen een nieuwe besteld, dus volgende week is dit probleem weer opgelost. Wij gaan. Barbie de film. We zijn laatst al naar het Barbie feestje geweest, maar dat was zonder de film. Toen kregen we kaartjes erbij voor de film. Dus we gaan nu naar de film. Hallo. Deze woensdag alweer. Ja, ik weet het. Ik was de vlog maar een soort van half begonnen eigenlijk. Toen we naar de Barbie movie gingen. Maandag alweer. En het is nu wel weer woensdag. Over de film. Echt een superleuke film. Een aanrader. Goeie verhaallijn wel, vond ik. Ik kreeg heel veel de vraag van, is het ook leuk om met kleinere kinderen heen te gaan? Nee, dat zal ik niet doen. Het is wel echt een verhaal wat je moet begrijpen. Er zit een beetje feministische gedachten achter. Of nou ja, niet zo moet je het misschien niet noemen, maar meer man-vrouw gelijkheidsverhaal. En eigenlijk een hele goede boodschap wel over het Barbie zijn. Waar ik ook nog niet echt op die manier zelf over nagedacht had. Maar nu door de film wel over na ging denken. Dus ja, best een goede film. Toen ging ik vanmiddag verder met de sportkamer. Die ben ik namelijk aan het verven. Hey! Jax heeft een heel mooi lampje gekregen vandaag. Van Toby. Die was hier net. Die kwam hier gezellig eten. Deze is niet goed, maar deze is... Oh, wauw. Deze ook. Leuk. Dus er zijn eigenlijk drie verschillende. Ja. Dus vrienden van ons waren hier net gezellig eten. En hier was ik dus vanmiddag mee begonnen. Ik heb deze muur... Wow, in dit licht zie je het eigenlijk helemaal niet zo goed. Maar dit is een soort van lichtpaars. Ik ga later nog even alle kleuren die ik heb gebruikt met jullie delen als ik ook echt klaar ben. Want morgen ga ik verder met deze wand en het plafond. Die ga ik ook schilderen. En deze kant nog verder. Eigenlijk wordt alles in de kamer geschilderd. In progress! Maar nu gaan we toch eventjes stoppen hiermee. Want ik ga even lekker B&B Vol Liefde kijken. En ik heb nu al het idee, nu ik het zo zie trouwens, dat het hier groter lijkt of zo. Omdat dit geschilderd is. In het verlengde. Krijg je toch een beetje die lengte erin. Grappig eigenlijk. Ja, ik moet denk ik morgen toch even wat hiervan weggaan halen als ik het plafond wil schilderen. Of ik kan ook aan deze kant beginnen en dan schuiven met spullen. Ja, nou ja, we zien het dan wel weer. En ik ga nu ook eventjes een hotelletje boeken voor Yola en mij. We gaan namelijk vrijdag, dat is dus overmorgen alweer, even een lang weekendje weg samen. En ik heb gekozen voor iets wat nog een beetje redelijk dichtbij is, maar wel een beetje als vakantie voelt. Dus ik heb iets gekozen wat op een afstand is van zo'n 250 kilometer. En ik kwam uit bij een stad waar ik altijd al eens een keertje heen heb gewild. En dat is Düsseldorf. En dan kunnen we eventueel ook nog een dagje Keulen doen. Dus... ja, dat lijkt me wel leuk. Duitsland wordt het dus dit weekend voor Yola en mij. Goedemorgen, ik ga weer door. Met de sportkamer. Have this feeling, haven't felt for so long. Dit heb ik allemaal lichtblauw, blauw. Dit lichtpaars. Ik twijfel nog een beetje of er nog een laag overheen moet. Ik moet iets beter drogen voordat ik dat kan beoordelen. Dus ja, ik laat het nog even zo staan. En dan... deel 3, het afmaken, dat kan ik pas volgende week doen als we terug zijn, Yola en ik, want daar heb ik morgen geen tijd meer voor. Maar dat is dus deze kant die je nu niet ziet, maar daar komt nog een soort donkerblauw op en op die kant. Maar goed, dat laat ik volgende week zien, inclusief het eindresultaat. Ik ben even de auto aan het inladen. Het is een BID Build Your Dreams. Het is dus helemaal elektrisch. Zo, schatjes. Ja, toch? Ja. Dikke grote knuffel. Kijk, met Jack's arm gaat het ook heel erg goed, hè? Ja. Hij heeft er helemaal geen last meer van, toch? Ja. There we go.
Een beetje wennen nog in een andere auto. Oh ja, ik ga hem even een beetje... Wacht. Weet je wat ik eigenlijk heel even uit mijn auto moet halen? Zo'n dingetje om de camera op te zetten. Even halen. We zijn even aan het laden. De eerste stop ging makkelijk. En hij laadt op zich wel vrij rap. Dus, als we denk op iets van 80% zijn, dan gaan we weer rijden. En dan hoeven we nog maar een klein uurtje, volgens mij. Even kijken hoe ver we nog moeten. Een uurtje rijden nog vanaf hier. Jola, die kan helemaal plat liggen in deze auto. Ja, deze ook wel, denk ik trouwens. Maar ik heb nu nog niet zo'n behoefte om zo plat te liggen. Maar het is wel handig. Ik zei net al tegen Jola, we kunnen het hotel wel afzeggen. Ja, we gaan gewoon hier slapen. We gaan gewoon in de auto slapen. 3 nachten, 4 nachten. Je merkt wel dat er vakantiedrukte is. Zo, ik moest lang wachten net bij het toilet en druk. I can't let you go, baby. Bij de metro, want er was een... Ja, ze verstaan ons niet eens. Oké. Okay. Denken gewoon, wat een gekke Nederlanders. En, ja. En we gaan naar het centrum. Ik kan geen Duits. Sis down. Ja, ik ook niet. Het is super fijn, want de metro stopt recht voor het hotel. We hebben net al 2 mensen tegen en die hebben ons al geholpen met een kaartje halen. Eentje zei dat we geen kaartje moesten halen. Hij schreeuwde, don't buy that. Ja, want hij zei dat hij er al een jaar woont en dat ze het nog steeds niet checken. Dus. Ja, maar dat hebben we wel gedaan. En een andere vrouw heeft ons want even Want zij geholpen. Zei, I'm shy. Ja, ik zei, no, I'm not gonna do that. I'm too shy. Oftewel, nee, straks. Je zal het net zien, weet je wel. Dan ben ik die toerist die hier een beetje probeert te profiteren. Dat vind ik ook niet netjes als je ergens komt. En toen was er een vrouw die heeft ons geholpen met de kaartje. Ja. Dus we gaan nu even lekker richting de stad. Even kijken wat we daar ergens kunnen gaan eten. We zitten op een plek. Het heet, hoe heet het ook weer? Hoelala. En het is helemaal tegen alles hier. Echt een mooie uitzicht. Dank u. Kijk eens even hoe mooi dit plekje waar we net uitstapten van de metro. We dachten wel even, waar zijn we? Want we zijn totaal ergens anders uitgekomen. Maar ik zie het al, want dat is waar we even geparkeerd hebben. Zie je dat? Ja, die ganzen die stonden hier. Ja. Die ja. Dus we zijn weer bijna terug in het hotelletje. En dan gaan we lekker onze serie afkijken. We zijn een serie aan het kijken. Knokken of. Oh ja, knokken of. Ja. Nee, knokken of. Want knokken die plaats of. Heet knokken. Oh ja. Nou, misschien hebben jullie het wel gezien, want in hij de top staat van Netflix. Van Netflix, inderdaad. Geen spons. Nee. Dus die gaan we lekker samen afkijken op de laptop. Ja. En gewoon even chillen. Morgen lekker ontbijtje. Kijk wat we hebben. Dat vind ik echt lekker. Hele lekkere koekjes gekocht. Hele lekkere koekjes. En Jola heeft een mooie van die, je weet toch wel, die zakjes met van die kinderkoekjes. Die hele kleine, die zijn echt lekker. Dat zijn die. Ja. Maar we hebben drinken en ik heb een broek gekocht en die ga ik zo passen. Een broek, zij heeft ook een van de Robijn een broek en een topje die veel te groot is. Maar ja, ik heb weer van die dingen gekocht die gewoon heel goedkoop waren. En eigenlijk is het een beetje dom. Maar en ja. Ze heeft M&M's. En ik heb M&M's en die ga ik zo lekker opeten. Heb je auto's mee? Hoezo? Oh nee, die heb ik in de kluis gelegd. We gaan weer naar het hotel. Het hotel is best mooi. De kamers zijn een beetje moi. Maar het hotel zelf is mooi, hè? Geen spons. Goedemorgen. We zijn wakker geworden, hebben lekker ontbeten. Ja, we gaan er weer op uit. We gaan richting het centrum. Je hebt hier zeg maar een beetje een soort middencentrum. En dan heb je ook nog een heel winkelgebied aan de rand van de Rijn. Dus ik dacht, misschien kunnen we vandaag even beginnen in dat middencentrum. En dan door naar dat stukje aan de Rijn waar we gisteren ook waren. Daar kunnen we dan misschien ook wat gaan eten en nog een beetje rondkijken. En dan sluiten we af na het eten
op die hele grote toren. Daar heb ik net kaartjes voor besteld. Dat heet de Einstrik. Oh nee, dat zijn de kaarten. Dat zijn de entreekaarten. Van de Rheinturm. Rheinturm. Geen idee of ik het goed uitspreek, maar daar gaan we dus naartoe. En ja, ik ga je meenemen. We gaan eerst nog eventjes shoppen. Let's go. Oh, trouwens, ik heb de hele hotelkamer nog niet laten zien. Nou ja, er valt ook niet zo heel veel te zien hoor. Het zijn gewoon twee bedjes. We missen echt heel erg een waterkoker. Dus joh, mochten we nog voorbij een winkel komen waar ze een klein waterkokertje hebben, dan gaan we die halen. Hè? Dit is ons kleine badkamertje met hierachter wel een heel lekker douche. Dus helemaal prima. Goede grote kluis, ook fijn. Het is dus het NH Hotel van City Düsseldorf. En het ontbijt was echt super groot en uitgebreid en fijn. Dus ja, dat is wel heel lekker. We lopen nu op de luxe winkelstraat van Düsseldorf. De mensen lopen langzaam. Volgens Jola lopen de mensen te langzaam, want ja, we gaan hier niet echt winkelen. Maar het is wel grappig om te zien dat je dus een... Er was net een winkel, een Cartier-winkel. Er stond gewoon een vette rij. En dan van die beveiligers voor de deur. En dan laten ze, om het dezelfde tijd, laten ze twee mensen binnen. Echt super deluxe. Maar nee, dat is niks voor ons. Ik loop hier bij een gebouw. Kijk, helemaal groen. Supermooi. Daar hebben ze, geloof ik, heb ik het dan goed gelezen? 30.000 planten voor gebruikt. Ik ga hier even oplopen. Oh, dat is wel vet dit. Tadaa! Morgen gaan we echt een beetje meer cultureel eten. Maar we hadden een beetje haast, want we gaan straks naar die toren. Dus we dachten, we gaan toch maar even naar de McDonald's. Ja, het kan nog makkelijk. Maar ja, alles was toch even iets verder ook uit elkaar dan we hadden gedacht. Ik wou nog zeggen, mama. Ja, ja. En? We gaan nog een keer, ik weet niet wanneer, maar we gaan nog een keer naar Hoelala. Dus geen spons. Mensen, ik heb vandaag een heel leuk topje gevonden. Maar ik kan niet goed weten waar de rest is. Het is een beetje weg. De rest. Waar is de rest van het topje, zegt ze? De rest is weg. Ja, zo hoort het, joh. Dit is het. Ja, maar ik vind het echt wel raar. Maar ja, alles staat je. Ook een half topje. Dit gaat niet snel, nee. Ja, buig voorover. Wat? Oh, oké. Okay. Oh, ja. Ja. Want eigenlijk moet je dat gewoon in een kleedhokje doen. Bedoelt ze te zeggen. Zag je hoe ze naar je keek? Oh ja, de Duitse mensen zijn natuurlijk allemaal heel braaf. Die doen dat echt niet, zomaar ergens omkleden. Oh ja, nee, dat doen ze helemaal niet. Nee. Nou, even opzoeken ervan. Waar is je... Had je niet iets aan? Of je... Had je niet iets? Nee, ik had een spijt van hier. Oh, oké. Okay. Dit is echt, ik dacht, wauw, een Levi's voor 40 euro. En het is op zich een hele mooie, maar echt één maatje te groot. Want nu is hij echt zo hier flodderig. En hier echt zo moeken. Jammer. We gaan erin. Daar zijn we. Wow. Daar stonden we net. Ja, daar stonden we net. Het is net of we in een vliegtuig zijn. Durf je dat? Ja? Are you sure? Nou, hij zegt dat het echt kan. Maar je kunt niet verzwaren, hè? Ik kan het maar aan. Engels. Ja, ja. And I have 100 kilos. There you go. You have. What? Oh my god! Ja, ja, ja. En dan is het zo. Zo durf je het beter. Niet te pakken. Dat is het. Ik durf het niet, mensen. Vet, hè, Jack? Kijk, daar stonden we. Daar stonden we net. Daar maakten we net die foto. Wow, met dat heb je nu 0,5. Nee. Dat je die paal helemaal ziet, joh. Nee. Ja, maar zij heeft dat nog gestuurd bijna in tijd. Ja, hè?
We zijn 300 meter hoog. 300 meter. Ja. We zitten weer op de metro te wachten. Ja. Het is misschien niet echt hoorbaar hier. Nou, misschien nu wel. Ik weet het niet. We moeten wel af en toe eventjes 10 minuutjes, soms 12 minuten wachten. Maar dat is wel een beetje de max. En we moeten nu even overstappen. Maar dat is volgens mij, vooral omdat het nu 's avonds is, dat we dan iets minder gaan. Maar ja, de metro die stopt voor het hotel. Dus ja, bijna voor het hotel. Dus het is echt heel goed te doen. We hebben theezakjes. We hebben theezakjes gekregen. Misschien krijgen we een, hoe heet het nou? Een kettle? Een kettle. Normaal hoor je die wel te hebben op de kamer. Blij kan een mens zijn. Hij stond voor de deur. We zijn helemaal blij met thee. Oké, okay, we gaan één zakje gebruiken, ja. Die andere moeten we bewaren. Wij zijn op dag, nou eigenlijk dag 3, maar eigenlijk dag 2. Tellen we de dag van aankomst mee? Ik weet het niet. Ja. Ja? Ja, want toen zijn we ook nog de stad ingegaan en zo. Ja. Nou, dag 3 in Düsseldorf. Ik wilde vandaag misschien nog naar Keulen gaan. Nee. Maar Jola die zei, nee, hoeft niet per se. En ik vond zelf ook niet per se hoeven, want Düsseldorf is eigenlijk hartstikke leuk. En er is genoeg te doen hier. Zoveel nog te ontdekken. Zoveel leuke dingen. Het is wel zondag vandaag, dat wil zeggen dat het in Duitsland echt een rustdag is en echt alle winkels dicht zijn. Het is niet zoals in Nederland dat je dan alsnog kunt shoppen. Dus we zijn ja, even een ijsje eten. Een ijsje, een koffietje drinken en we gaan zo nog een rondje lopen en we zien het wel. Ik heb het wel door dat Wil achter deze keuken staat. We zijn terug in de hotelkamer. Het was nogal een avontuur trouwens net. Want we gingen teruglopen vanaf de metro naar het hotel. Omdat we niet de overstap van de metro wilden wachten. Want dat was iets van 18 minuten wachten. En ook iets van 18 minuten lopen. Dus we dachten, gaan lopen. Maar dat was een beetje de ghetto site, zeg maar, van Düsseldorf. Waar we langs liepen. Eerst kwamen we langs een stuk. Nou, het leek wel alsof we in een aflevering van The Walking Dead waren gekomen. Met echt een heel groot plein. Echt bizar, hè, joh? Yeah. Allemaal zwervers. En allemaal, ja, dat je gewoon zag dat daar allemaal zwervers leefden. Met allemaal kleding, hopen en stank van urine en nog meer dingen. En I don't wanna know. En toen moesten we ook nog onder een brug doorlopen daar. En dat voelde niet heel veilig. En daarna kwamen we op een plein hier. En daar waren ze allemaal ja, een soort van kofferbakfeest aan het vieren. Met allemaal auto's open, met drank erin. En we dachten, wat is dit allemaal? Maar we hadden het net even opgezocht. En waarschijnlijk is het zo'n nationale jaarlijkse dag van het afschaffen van de mensenhandel. En ik denk dat ze dat aan het vieren zijn. Je hoort het ook nu nog steeds, als je goed luistert. Maar ja, dat is dus going on hier. Maar goed, dat maakt niet uit. Dit gaat straks dicht en dan hoor je er niks van. Het is zondagavond, dus ik ga ook even Jola
En dus ik ga ook eventjes de vlog afsluiten. Hartstikke bedankt voor het kijken naar deze weekvlog. En volgende week zien jullie weer ons laatste dagje. Want morgen is onze laatste volledige dag hier. En dan onze terugreis weer naar huis toe. We hebben net nog even gefacetimed met Bart en Jax. En we hebben ook wel weer zin om ze weer te zien. Tot voor volgende week. Dankjewel voor het kijken. Joehoe!